Wethouder, u bent vandaag op pad geweest samen met minister Hugo de Jonge. Ja. Hoe heeft u deze dag ervaren? Nou, ik heb hem ervaren als bijzonder verhelderend, om het zo maar te zeggen. Verhelderend in de zin van dat de minister nu oog heeft gekregen voor datgene waar we mee te maken hebben. En dat is namelijk niet één vraagstuk, maar meerdere vraagstukken die allemaal met elkaar samen een enorme puzzel maken. Wat is de puzzel? De puzzel is eigenlijk dat we in Zeewolde veel ruimte hebben. Dat hebben we ook in Zeewolde-Oosterwold. De minister wilde met Zeewolde praten vanuit de optiek dat er ruimte is in Oosterwold om te kijken of dat daar meer woningen gebouwd kunnen worden. Maar al pratende kwamen natuurlijk andere zaken als de claim die Defensie legt. De 380 kV-lijn die nog ergens door en over Zeewolders grondgebied moet worden aangelegd. En allerlei andere zaken die ook vanuit het Rijk zeg maar, opgelegd worden, ja, die kwamen ook naar boven. En daar waar hij in eerste termijn dacht van joh, ik regel het even snel om een paar woningen erbij te regelen. 10.000 meer, hè? Dus 25.000. Nou, het is iets genuanceerder en ik kan me voorstellen dat de minister in die twee uur dat al die getallen over tafel zijn gegaan, dat die wat verwarrend zijn geworden. Het originele plan was 15.000 woningen in Oosterwold, waarvan 5.000 in Almere en 10.000 op Zeewolde grondgebied. Dat was gebaseerd op 4 woningen per hectare en vrijheid, blijheid, we kijken wel hoe dat verbouwen. Dat is in 2013 is dat afgesproken. Daar is inmiddels, om allerlei redenen, kun je je afvragen of dat je dat nu nog kunt realiseren, op die manier te werk gaan. Dus is er nu een onderzoek gedaan om 5.000 woningen erbij te doen in het Zeewolde deel. En we hebben met elkaar besloten dat de uitkomsten van dat onderzoek in ieder geval nog eventjes in de ijskast blijven liggen. Om te kijken of dat de rest van de puzzel, onder andere de claim van Defensie, of dat die geen roet in het eten gooit als het gaat over dit soort onderzoeken en dit soort mogelijkheden. Wat zou de roet kunnen zijn? De roet zou kunnen zijn dat als Defensie zou besluiten om in Oosterwold een centrale kazerne te bouwen, ja, dan heb je die grond niet meer. En dan zul je die 5.000 woningen ergens anders kwijt kunnen, maar niet in Oosterwold. De visie voor het gebied Oosterwold is vanuit de gemeente Almere en de gemeente Zeewolde organische gebiedsontwikkeling. Gemiddeld betekent dat minder woningen per vierkante meter. Ik hoorde de minister net, hij gaf aan toch misschien wellicht wat meer woningen. Is deze visie dan achterhaald? Deze visie is niet per definitie achterhaald. Alleen gelet op datgene wat er in Nederland gebeurt, de demografische ontwikkelingen, de groei van de bevolking, de vergrijzing van de bevolking, kun je je afvragen of dat een dergelijke ontwikkeling nog in deze tijd past. En dat is een discussie die je met elkaar moet voeren. Wat vindt u? Ik vind dat we die discussie inderdaad moeten voeren en dat we daar onze ogen niet voor moeten sluiten. Maar ik vind niet per definitie dat die van tafel moet. De minister zei voor de zomer hopen ze in Den Haag een ei te leggen, om het even zo te zeggen. Dat schiet best op. Ja, enige vorm van optimisme kan de minister niet ontzegd worden. Toen hij dat uitsprak, en het was een gesprek waar gedeputeerden bij zaten, waar DG's bij zaten vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, konden die mensen over het algemeen ook niet een lach verhullen. Maar het is mooi streven en we hebben met name gevraagd van prima, daar willen we ons aan committeren om te kijken of dat we op korte termijn een ei kunnen leggen, laten we maar zo zeggen. Maar daar hebben we dan ook de hulp van alle andere ministeries bij nodig. En dus, minister De Jonge, zorg dat je je collega's bij de kraag vat en zegt van joh, wat gaan we doen? Er wordt ook wel gesproken over Zeewolde, Oosterwold, weet je, waarom geven we het niet aan Almere? We doen een grenscorrectie, wat vindt u daarvan? Een grenscorrectie is niet vanzelfsprekend, maar zou je wat ons betreft wel open moeten houden om er in ieder geval over te praten. En dan komt uiteraard de vraag, zou je een grenscorrectie met elkaar overeenkomen? En dan is inderdaad de vraag, what's in it for us? Ik bedoel, laten we nog een keer duidelijk zijn. Ja, de wereld verandert. En ja, datgene wat je in 2013 hebt verzonnen, hoeft niet per definitie iets te zijn waar je kost wat kost aan vast moet houden. Dus ieder redelijk voorstel waar Zeewolde niet slechter van wordt, sterker nog waar Zeewolde beter van wordt, dat vinden we bespreekbaar. Dan gaat het over geld.
dan gaat het ook over geld. Maar dat zou inderdaad ook kunnen betekenen een grenscorrectie, waardoor je niet dat probleem hebt van een tweede kern die net zo groot is als de originele kern op 20 minuten en 20 kilometer afstand.